Dit is een vrij bijzonder studentenhuis, heb ik begrepen. Ja, dat klopt inderdaad. Wij zijn een huisdispuut, dat is hier nu in Nijmegen. We bestaan ondertussen 50 jaar, dus dat is voor ons ook uniek natuurlijk. En dat is... Gefeliciteerd. Ja, dankjewel, dankjewel. We zijn ook hartstikke blij mee. En we wilden inderdaad zo'n groot feest geven, maar helaas, dat kon niet. Nou, wij zijn natuurlijk wel echt een uniek huis, want we zijn zoals geen andere. Je komt hier pas bij wanneer je hier komt wonen. Zo zit het in elkaar. We hebben onze eigen tradities, dat zijn gevormd over de tijd. En we zijn altijd een hechte vriendengroep bij elkaar, zo moet je het eigenlijk zien. En tijdens de Vierdaagse is het hier altijd één groot feest. Ik heb begrepen dat er zo'n 250 mensen hier dan komen. Ja, dat is correct. Ja, het is om en nabij 250 inderdaad, het verschilt per jaar. Dat is natuurlijk fantastisch. Iedereen zegt, hoe past dat nou hier in dit huis? Ik bedoel, het is een kleine voortuin, maar wij hebben een vergunning, vragen wij aan voor muziek en geluid. En, podium. Ja, podium vragen we dan. En dan hebben we hier normaal een podium staan in de voortuin. Mensen staan hier op straat. In de achtertuin hebben we best wel veel plek. En we hebben een eigen bar in ons huis zitten. Dus een eigen ruimte erbij. Dan raak je makkelijk de 250 personen in kwijt. Het staat hier dan altijd helemaal vol. Jullie hebben ook wat foto's van de afgelopen jaren. Ik ga eventjes naar jou toe, Cas. Ja. Vertel, wat zien wij allemaal op die foto's? Dit zijn foto's van onze feesten. Dit is bijvoorbeeld 2019 wat u hier ziet. Ik denk dat dit 2018 is, het jaar daarvoor. We hebben ook zo'n mooi spandoek via Gladiola natuurlijk, de Sint-Annastraat. Natuurlijk wel toch een mooi stukje Nijmegen hier. En hier heb je een beetje foto's hoe we het dan aankleden. Hier is een foto van Dick hier, die een biertje aan het tappen is. En zoals je ziet, het is gewoon één groot feest. En het begon zoals Stefan al zei, eerst met heel kleinschalig, gewoon wat stoelen. Alleen voor de Vierdaagse. En uiteindelijk zijn we gaan groeien. En is het echt uitgegroeid tot een fantastisch feest eigenlijk, ja. Vandaag staat als het goed is wel iets op de planning, heb ik begrepen. Ja, zeker. We hebben ook we hebben al iets voorbereid. We hebben vandaag thema goud, want we bestaan dus 50 jaar, het lustrum van ons. En we hebben eigenlijk een feestje met alleen oud-huisgenoten en onszelf. Dus er zullen een mannetje denk ik of 14, 15 aanwezig zijn. Gewoon met z'n allen gezellig een biertje doen ter ere van de Vierdaagse. En gewoon kleinschalig, maar niet minder leuk.